In onze regio wonen ook mensen die afkomstig zijn uit het aardbevingsgebied en daar nog familie of vrienden hebben wonen. Ook voor hen zijn het onzekere tijden. In de Wiegelse supermarkt Taiba Mart van Jahat Alauer is de aardbeving in Turkije en Syrië het gesprek van de dag. Veel mensen zijn bezorgd over hun familie. In mijn winkel ik heb veel mensen verdrietig voor het nieuws. Veel mensen vragen naar vrienden, families. Veel vragen. Ook Mohammed, een vriend van Jahat en vaste klant, is bezorgd over zijn familie en vrienden rondom het getroffen gebied in Syrië. Veel kennis daar en mijn moeder zelf woont daar ook in Noord-Syrië. Als ik praat met hem, ze allemaal gewoon soms huilen, vertellen allemaal slechte verhalen over wat daar allemaal gebeurt. Wat krijg je allemaal te horen? Ja, weet je wat, de mogelijkheden zijn heel beperkt en het is moeilijk om mensen te redden. Al jaren wordt het belegerd door Russisch en Syrisch leger. En het is heel moeilijk om. Die hebben die machines niet. De basisdingen die heb je niet. Snap je? En als jij weet dat jou misschien iemand van jouw familie zit onder de sloop en je belt gewoon de eisende hulp of de hulporganisaties, niemand neemt op. Mohammed krijgt zijn moeder maar moeilijk aan de telefoon. Ja, ik had wel gisteren contact kunnen krijgen met mijn moeder. Maar nou, vandaag en gisteren kon ik gewoon niet bereiken. Ja, dit internetverbinding is verbroken. Gaat het wel goed met ze? Ja, gelukkig mijn moeder is goed nou. Jahat heeft een oom wonen in Syrië. In tegenstelling tot de moeder van Mohammed gaat het daar niet zo goed mee. Ja, hij zegt een moeilijke tijd van hem en zijn familie ook. Geen wonen, geen eten, geen drinken. Doet pijn in mijn hart. Snap je, ik ben hier bezig met werken en studeren en kinderen. Anders had ik misschien een steentje bijdragen, kunnen misschien helpen. Om toch een steentje vanuit Nederland bij te dragen, hebben Jahat en Mohammed besloten om ook kleding in te zamelen, maar dan met name voor getroffen Syriërs. De twee merken dat er vooral acties worden gehouden voor Turken. Tot en met volgende week kunnen mensen winterkleding inzamelen en wegbrengen naar de Taiba-markt in Wiegen.